Door beter samen te werken in de regio voor patiënten met hartfalen, kunnen we de hartfalenzorg echt dichter bij de patiënt thuis brengen. Maar zorgen we ook dat de zorg die nodig is in het ziekenhuis toegankelijk blijft. Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek. Zoals met regionale netwerken voor patiënten met hartfalen. Nou, door de vergrijzing verwachten we eigenlijk een enorme tsunami van patiënten met hartfalen. En wij hebben dit in 2012 al zien aankomen. In die tijd werd de hartfalenzorg met name geleverd in de tweede lijn. En wij dachten van, dit moeten we samen met onze partners in crime, de huisartsen, beter gaan organiseren. Wat we gedaan hebben is dat we met elkaar afspraken, werkafspraken hebben gemaakt voor patiënten met hartfalen. Ook samen met patiënten met hartfalen. Over hoe we patiënten verwijzen, optimaal behandelen en uiteindelijk ook weer terug kunnen verwijzen naar de huisarts. Zodat de patiënt met hartfalen ook als hij terug wordt verwezen naar de huisarts goed wordt behandeld, goed wordt opgevangen. Want die afspraken waren er in het verleden niet. Nou, concreet heeft het ertoe geleid dat in de regio rondom het Alrijnen ziekenhuis dat wij nu per jaar zo ongeveer 130 patiënten kunnen terugverwijzen. Die dan vervolgens hun behandeling in de eerste lijn krijgen. En we zien dus ook echt dat de behandeling in de eerste lijn, dat heet dan hoofdbehandelaarschap van de huisarts, is gestegen met 25%. Meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek. Laat je inspireren op de medischspecialist.nl/jzojp.